KTN Engineering BV Katalysator Project. De oprichter van ATN, de heer Gerry Leemput, heeft in 1989 een boorkop uitgevonden waarmee snel en efficiënt de olie en CFK's van afgedankte koelkasten afgetapt kunnen worden. Binnen 1 minuut zijn beide stoffen efficiënt verwijderd. In de loop der jaren heeft ATN ruim 80 installaties verdeeld over heel Europa afgeleverd. En het bedrijf is nog steeds groeiende. Er zijn 3 machines in aanbouw. 2 voor Amerika die voor Amerikaanse UL-norm gecertificeerd zijn en 1 voor Frankrijk. De volgende opdracht. In het volgende filmpje ziet u het aftapproces. De koelkast wordt zo neergelegd dat de compressor naar beneden wijst. Daarna wordt de boorkap vastgemaakt aan de compressor door middel van vacuüm. De cyclus wordt gestart door middel van het voetpedaal. Vanaf het aankoppelen tot het afkoppelen duurt de hele cyclus 1 minuut. De CFK en olie worden in de machine gescheiden. Nadat de boorkap wordt afgekoppeld, is de machine klaar voor de volgende koelkast. Wist u dat 1000 afgedankte koelkasten 3,5 miljoen kilogram CO2 oplevert? ATN heeft een nieuwe ontwikkeling bedacht, zodat de ATN-machines de CFK en olie direct zelf kan ontleden. Om volledig te begrijpen hoe dit in zijn werk gaat, laten wij de huidige situatie en de nieuwe situatie zien. In 1 oogopslag ziet u al dat de oude situatie een langer traject heeft. De oude situatie werkt als volgt. Het begint met de koelkast die wordt afgetapt. De olie, CFK en lucht gaat naar de vacuum unit. De vacuum unit scheidt de CFK en olie. De CFK gaat naar de condenseringsunit. De condenseringsunit zorgt ervoor dat de lucht eruit gaat en dat de CFK vloeibaar wordt. De vloeibare CFK en de olie wordt getransporteerd via de openbare weg naar een externe gasdestructiebedrijf, waar het gas door middel van een katalytisch proces wordt omgezet in CO2 en zout. De kosten hiervoor bedragen meer dan 4 euro per kilogram gas. Het zou toch veel mooier en goedkoper zijn als het recyclingbedrijf dit hele proces zelf kan uitvoeren? Dit kan met onze nieuwe ontwikkeling. De situatie ziet er als volgt uit. Het begint met de koelkast die wordt afgetapt. De olie, CFK en lucht gaat naar de vacuum unit. De vacuum unit scheidt de CFK en olie. De CFK, lucht en olie gaat naar de katalysator. De katalysator zorgt ervoor dat de CFK, lucht en olie omgezet wordt in energie, CO2 en zout. Energie omdat er ook koelkasten zijn met brandbaar gas als koelmiddel. De energie kan worden gebruikt om het pand op te warmen. Zout kan verkocht worden en de CO2-reductie is vele malen beter voor het milieu. Dit is een win-win situatie. Ten opzichte van het oude systeem bereiken we hiermee een CO2-reductie van meer dan 60%. In de tweede fase kan dit systeem ook ingezet worden voor katalytisch verwerking van het gas uit het isolatieschuim. Hiermee kan de omzet van ATN Engineering worden verviervoudigd. Binnen de EU worden 16,8 miljoen koelkasten afgedankt per jaar. Dit is gelijk aan 1 jaar rijden met 16,8 miljoen auto's.